staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, tot voor kort minister van Milieu Sintje van Veldhoven, sloot met haar Franse collega Brune Poirson een groot Europees plastic pact. En ze maakte werk van de overschakeling, ze maakt werk van de overschakeling naar de circulaire economie. En is een groot pleitbezorger ook van het vervoer met fiets en OV, hoewel nu ietsje minder natuurlijk. En misschien ken je Maurits Groen als oprichter van Kipster, geprezen als de meest milieu- en diervriendelijke kippenboerderij van de wereld. Hij was ook de nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw in 2015. Maurits werd, zoals we net hoorden, zelf besmet met het virus en moest tot 2 keer toe met spoed naar de intensive care. Maar helemaal hersteld ziet hij nu de coronacrisis als een kans om de economie niet te repareren zoals die was, maar juist om hem te resetten. Ik geef de vloer aan jullie. Ik hou ondertussen in de gaten of er vragen binnenkomen. Die kunnen nu op dit moment ook gewoon ingestuurd worden. En dan geef ik graag het woord aan Stientje en Maurits. Dankjewel. Nou ja, jij bent hier nu gelukkig weer kerngezond. En ik was de afgelopen maanden natuurlijk een soort van minister voor Vrom. En ik ben ontzettend blij dat Kajsa weer helemaal gezond is en helemaal terug is. Maar het was als minister van Vrom ook wel mooi eigenlijk. Dat volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu heeft toch veel met elkaar te maken. En dat was ook eigenlijk best een mooie portefeuille om een tijdje te mogen doen. Maar Kajsa dus van harte welkom terug. Maurits, jij voelde je kerngezond. Je voelde je vast ook een beetje onaantastbaar eigenlijk, zoals we allemaal, als je gewoon fit bent. Maar het ging bij jou in één keer heel erg snel. Hè? Je moet dat corona echt niet onderschatten, was de boodschap die je mij daar straks gaf. Vertel eens, hoe gebeurde dat bij jou? Nou ja, binnen een half uur, wat ik net al even zei, van kerngezond naar echt doodziek. En bijna 39,5 koorts en dat bijna 2 weken lang. Ik ben behoorlijk gezond. Ik sport, ik rook niet. Ik fiets, noem het maar op. Maar dan desalniettemin, terwijl ik al decennia niet ziek geweest was, misschien een keer een dagje koorts of zo, was ik gewoon echt ineens gevloerd en stevig ook. Ja. Nou ja, dus echt aan iedereen de oproep, blijf thuis, houd afstand en doe voorzichtig. Dat doen we hier op het congres ook. Maar we vonden het toch wel heel erg mooi om met jullie ook te praten over deze crisis en vergroening. En misschien de eerste vraag aan jou, Maurits. Denk jij nou dat we zijn nu allemaal aan het thuiswerken. Ik werk ook echt zoveel als het kan thuis. Gewoon vanuit, je zag net het filmpje, vanuit mijn eigen soort studeerkamer boven. En dan af en toe natuurlijk naar de ministerraad of ook op werkbezoek om wat belangrijke sectoren een hart onder de riem te steken. Maar denk je nou dat we gaan thuis blijven werken, ook na de crisis? Wat is je inschatting? Nou, kijk, je wil als mensen elkaar natuurlijk af en toe zeker ook zien. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat, juist zodat het niet een paar dagen of zelfs een paar weken zo is, dat mensen denken van nou, dit is eigenlijk een hele goede alternatief voor al dat gereizen en al het voortdurend in de file zitten. En ook in de gelukkig aan de ene kant steeds drukkere treinen. Dus het betekent dat er veel minder druk komt op het wegennet. Dat we veel efficiënter gebruik kunnen maken van de spoorwegen en dergelijke. Dus ik denk dat het wel degelijk en ook internationaal effecten zal blijven hebben. Ja. Dus eigenlijk zeg je, het is ook een oproep om de dingen die we nu leren in deze crisis, om die ook vast te houden, om daarna groener uit de crisis te komen. Tegelijkertijd hoor je ook mensen die zeggen, ja, al die duurzaamheid nu even niet. We moeten nu eerst de economie op orde krijgen, zorgen dat er geen bedrijven omvallen. Zorgen dat iedereen zijn baan houdt. Dus nu maar even geen verduurzaming. Wat zeg jij daarop? Ja, ik denk dat het juist het tegenovergestelde moet zijn. Kijk, het huis staat nu in brand, dus we moeten nu blussen. Maar na de eerste periode van noodhulp, zorgen dat mensen gewoon hun boodschappen kunnen blijven doen en huur kunnen blijven betalen. Gaat het natuurlijk om dat we dadelijk al de tientallen miljarden die we gaan steken in het wederopbouwen van de economie, dat we die gaan steken in een duurzame economie. Want anders betalen we dadelijk 2 keer. Dan moet je eerst de economie opbouwen. We hebben gezien wat voor ecologisch schadelijke effecten de economie heeft die we vanaf de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd. Dat moeten we echt op strikt duurzame gronden gaan doen. Want anders krijgen we dadelijk de crisis nog eens een keer keihard terug. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, is er een beetje een parallel tussen de coronacrisis en de duurzaamheidscrisis die al een beetje begonnen is, maar die natuurlijk nog veel grotere vormen gaat aannemen, tenzij we daar echt drastisch wat aan gaan doen. Met corona hebben we misschien een paar weken, een paar maanden de tijd gehad om ons voor te bereiden op crisis die we niet zagen aankomen. De duurzaamheidscrisis, de klimaatcrisis, die zien we wel degelijk aankomen, al jaren en jaren. En dat vergt een totale ombouw van de economie
in een duurzame, in een circulaire richting. Ja, dat is niet een kwestie van een paar jaar, maar van een paar decennia. En als je ziet wat de urgentie inmiddels is van het nemen van maatregelen om te voorkomen dat we onomkeerbare tipping points krijgen met klimaat, dan moeten we daar zeer drastisch mee beginnen. Dus wat dat betreft is deze crisis misschien juist een kans om aan sectoren in het algemeen en bedrijven in het bijzonder te vragen, oké, we willen jullie helpen om deze crisis te overleven, maar dan willen we tegelijkertijd eisen aan jullie stellen om ervoor te zorgen dat we niet een nog veel grotere en veel permanentere crisis terugkrijgen. Met andere woorden, willen jullie vragen hoe we op een ecologische basis een circulaire economie kunnen opbouwen. Dus jij zegt eigenlijk, we moeten niet alleen naar een 1,5 meter economie, maar we moeten eigenlijk naar de 1,5 graden economie. Waarbij we dus nu al rekening houden met al die aspecten die we meteen mee moeten nemen. Om te voorkomen dat we straks nog weer veel grotere problemen opnieuw op ons bord krijgen. En als je dan kijkt naar sectoren, wat zouden dan sectoren zijn die daar ook nu juist in deze periode belangrijk voor zouden zijn? Waar kan worden doorgewerkt, waar we een extra impuls zouden kunnen geven? Of waar het nu juist extra belangrijk is om die duurzaamheidsmaatregelen vast te houden? Nou ja, ik denk natuurlijk eigenlijk dat het om alle sectoren gaat, om alle bedrijven. Maar om er een paar uit te nemen. De energiesector. Je ziet dat in de duurzame energiesector een hele groot aantal grootschalige investeringen op dit moment on hold gezet worden. Of zelfs in de ijskast gezet voor langere tijd. En ik denk dat de overheid hier een rol kan spelen door garanties te geven. Door te helpen om die overgang te maken. De bouw is een hele belangrijke. We hebben bij de vorige grote crisis 2008 gezien dat er iets van 60.000 bouwvakkers, mensen uit de installatiesector, werkloos thuis hebben gezeten een paar jaar. Die natuurlijk geld gekost hebben en die gewoon ongelukkig zaten te wezen op de bank. Omdat mensen liever een bijdrage leveren aan de samenleving dan gewoon maar niks zitten te doen. En dan bovendien tegen minder salaris moeten zien de maand van morgen, van de volgende maand te halen. Laten we juist deze periode gebruiken om de bouw- en installatiesector in te zetten voor de verduurzaming van de bestaande bouw. En uiteraard ook, dat moet onmiddellijk energie-neutrale bouw zijn, wat we überhaupt nu nog neerzetten. Maar het volume aan bestaande bouw is natuurlijk 7 miljoen woningen en 1 miljoen kantoren en andere gebouwen. Laten we de tijd benutten om die sector helemaal op de duurzame koers te krijgen. Landbouw is een derde sector. Mm-hmm. En we moeten, Carole Schouten heeft gezegd, ze willen graag naar de circulaire landbouw. Nou, we hebben de afgelopen maanden gezien dat er in de sector echt heel veel moeite is om die omslag te maken. Ik denk dat de landbouwsector ook steun nodig gaat hebben in deze periode. Laten we ook aan die steun die voorwaarden stellen. We moeten als samenleving dankbaar zijn dat de agrarische wereld ons van goed en voldoende eten voorziet. Maar dat moet wel uiteraard binnen de ecologische grenzen. Dus we moeten geen koude sanering krijgen van bedrijven die niet meer levensvatbaar zijn. We moeten boeren die bereid en in staat zijn om die omslag naar circulaire landbouw te maken, maar dan ook echt radicaal. Die moeten we gaan steunen. Ik ben zelf in de pluimveesector met een paar andere initiatiefnemers, Ruud Sanders, Olivier Wegloop, Stijn Klaases, begonnen om te laten zien dat je dat wel degelijk kunt doen. En we zijn daar gelukkig succesvol mee. Met steun van Lille, een circulair bedrijfsmodel, waarbij je bovendien niet uitgaat van zoveel mogelijk concurrentie, maar van samenwerking in de keten op lange termijn. En ik denk dat we die kant op moeten in de hele landbouwsector. Ja, precies, want je zegt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, we moeten ervoor zorgen dat de bouw eigenlijk een beetje anticyclisch gaat werken. Zodat we niet nu juist in een periode dat het allemaal economisch stroever gaat, ook nog de bouw laten stilvallen. Omdat die bouw nou juist zo cruciaal, zo'n sector is die ook echt kan helpen bij het voorkomen van een hele diepe economische crisis. Ik denk dat we dat hebben geleerd van vorige crisis. Dus het zou heel mooi zijn als die bouw juist doorgaat. We weten ook allemaal dat er een enorm tekort is aan woningen. Tenminste, dat heb ik ook de afgelopen maanden, toen ik tijdelijk van Kajsa de portefeuille wonen mocht doen, ook echt heel erg kunnen zien. Dus de bestaande bouw, verduurzamen, transformatie,
van oude kantoorpanden naar woningen waar zoveel behoefte aan is. En verder vooral flink doorzetten op die duurzame nieuwbouw. Dat is inderdaad denk ik een sector die jij terecht aanwijst. Maar daarnaast hoor ik jou eigenlijk ook nog zeggen, het gaat niet alleen om dat geld. Het gaat ook om eigenlijk de organisatie van de ketens en het anders inrichten van de ketens. He, want als je kijkt naar de afspraken die jij hebt weten te maken over dat andere manier van eieren produceren, dan had dat ook heel veel te maken met het feit dat je wist dat er een afnemer was. Dus wat kunnen we als overheid ook nog meer doen aan het organiseren van die ketens, zodat juist die verduurzamingsprojecten echt letterlijk ook duurzaam van de grond komen, omdat ze echt een lange termijn perspectief hebben. Dat is ook een vraag die we binnenkrijgen van Piet. Hè. We praten circulair, maar we doen het nog niet. Wanneer gaan we grondstoffen nou duurder maken en arbeid goedkoper? Is een vraag die we binnenkrijgen via onze social media. Ja. Misschien is dat iets waar jullie nog op kunnen reageren. Nou zeker, dat hebben we ook eigenlijk voor een deel bij dit kabinetsregeerakkoord ook gedaan. We hebben natuurlijk de loonbelasting verlaagd en in ruil daarvoor hebben we consumptie wat duurder gemaakt. Dan blijft het wel altijd lastig als je moet uitleggen dat consumptie duurder wordt. Maar het is natuurlijk wel precies eigenlijk de beweging die je wil. Dat je arbeid, werk, wat we allemaal graag willen, dat mensen aan de slag gaan, dat je dat goedkoper maakt. En dat je eigenlijk het gebruik van grondstoffen duurder maakt. Dus dat is absoluut een richting die we ook met dit regeerakkoord hebben ingezet. Ik wil het enorm onderstrepen, want een verschuiving van loonbelasting naar belasting op grondstoffen en op brandstoffen, daarmee stuur je natuurlijk de economie. Maar dat betekent ook, je geeft net aan dat het echt lastig is om dat over het voetlicht te krijgen, omdat mensen op een ander terrein kosten omhoog zien gaan. Ik denk dat het enorm belangrijk is, je noemde net zelf eventjes, we zitten nu in een 1,5 meter economie. We moeten eigenlijk toe naar een 1,5 graad economie. De mondiale stijging van de temperatuur mag absoluut niet boven de 1,5 graad uitkomen. Anders krijgen we drama's van ongekende omvang. Dat betekent eigenlijk ook dat we dat chefzag moeten maken. Net op dit moment neemt Rutte krachtig de leiding in de handen, de regie. Betrekt daar alle ministers gewoon heel duidelijk en nadrukkelijk bij. Is heel transparant, zoveel als hij dat kan zijn, naar de bevolking. Heeft om de havenklap een nationale persconferentie. Legt daarover verantwoording af in de Tweede Kamer. Ik denk eerlijk gezegd, het zou me een hartekreet zijn als wij dadelijk ook wekelijks een persconferentie krijgen over hoe het gaat, hoe het staat met de overgang naar die 1,5 graad economie. Naar een duurzame circulaire economie. Dat is niet een grapje voor een paar hobbyisten, dat is echt het overleven van ook ons als land en als wereld. En dat is niet een hobby voor wat mensen die groen bevlogen zijn, maar dat is iets wat we ons niet kunnen permitteren om niet te doen. Dus ik hoop echt dat we de krachtige regie, een veel beter evenwicht tussen de overheid aan de ene kant die de randvoorwaarden zet en het bedrijfsleven die het dan moet uitvoeren binnen die randvoorwaarden, die binnen die randvoorwaarden kan laten zien wie daar het beste een antwoord op kan geven. Met andere woorden, die het ook wint in de reële economie. Dat gebeurt op basis van die 1,5 graad economie. Het betrekken van de bevolking erbij, het betrekken van bedrijven erbij. Ze uitnodigen om te laten zien hoe we daar kunnen komen. Dat is die crisis die we inderdaad al zoveel langer aanzien komen dan dat we de coronacrisis ooit konden bevroeden. Meike heeft nog een super praktische vraag. En ik zit toch te denken, ja, weet je, het is zaterdag, mensen zijn aan het klussen. Ze klussen veel in en om huis. Zijn er nou tips te geven? Want je hebt het over verduurzamingen van woningen. Wat kunnen mensen nou zelf doen? Gewoon even iets heel praktisch. Mag ik er even iets over zeggen? Ja. Paulette van Ommen, die heeft heel recent, die zit al 1,5 maand in quarantaine, een hele praktische, duurzame gids gemaakt die je online kunt vinden. Moet je even op haar Twitter kijken, Paulette van Ommen. Nou, daar ben je een paar weken mee bezig. Je bespaart ontzettend veel geld. En je bent een stevig, concrete, positieve bijdrage aan het leveren aan de verduurzaming van je eigen omgeving. Dat kan anderen weer aanzetten en stimuleren om datzelfde te doen. En dan ga je een soort van beweging creëren waarbij mensen duurzaam leuk gaan vinden en gaan ontdekken dat het niet alleen het beter is. Het is leuk, ja, lekker aan de slag. En het is goedkoper inderdaad, dat is ook goed. Dat kunnen we goed gebruiken met de crisis die er allemaal aan zit te komen. Stientje zag ik driftig knikken. Dus jij bent ook bezig met de verduurzaming van je huis nu? Nou, we hebben de zolder al geïsoleerd en we hebben overal dubbel glas. Dus, maar zeker, dit zijn absoluut de tijden dat je ook eens
vaak heb je ook zo weinig tijd om na te denken, om die offertes aan te vragen. En nu hebben we misschien iets meer tijd om daar eens naar te kijken. Dus ga ermee aan de slag, neem er de tijd voor, maak nu die keuzes. De bouwsector kan ook dat natuurlijk heel goed gebruiken op dit moment. Dus je helpt jezelf, je helpt het klimaat, maar je helpt ook nog een belangrijke economische sector om door te gaan. Als je het kan missen, het geld inderdaad investeren, dan nu in verduurzaming inderdaad. Maurits wilde daar heel kort iets over zeggen, daar ga ik streng op zijn. Want heel veel mensen kunnen dadelijk niet, in ieder geval niet ver op vakantie, maar je weet überhaupt niet of je op vakantie kan. Die zijn nu hun geld aan het investeren in het verduurzamen van hun eigen huis. Dat hoorde ik van Tom Willemsen, van Tonzon. Mensen doen dat al. Er is een enorme verschuiving. Juist in die sector, in die doe-het-zelf sector. Verduurzaming, energie neutraal maken van je huis. Ja, ik word toch allemaal silver linings aan deze coronacrisis, als ik jullie zo hoor. Dank jullie wel voor de inspiratie en de praktische tips. Maurits Groen, hartstikke fijn dat je er was. En natuurlijk Stientje van Veldhoven. Dank jullie wel.